e-sports is eigenlijk iets heel nieuws. Het is geen voetbal, maar virtueel voetbal. Je speelt eigenlijk op je console, Xbox, PC, PlayStation. En er worden gewoon hele grote toernooien georganiseerd. En voetbalclubs hebben zich erin gemengd en besloten van we gaan er iets mee doen, want we zien er iets groots in. In de finale hebben we nu Gábor, dat is een jongen uit Hongarije, helemaal hierheen komen vliegen. Heeft zich ook online gekwalificeerd en is hier nu echt bij de laatste twee. In de finale speelt hij tegen Jonas, Nederlandse jongen, wat onbekender, maar ongelooflijk rustig. Hij is heel kalm, laat zich niet gek maken. De winnaar krijgt een jaarcontract bij Ajax. Hij komt een jaar lang onder contract bij Ajax. Zal in alles worden meegenomen, wordt getraind om een betere speler te worden. Hij wordt fysiek bijgestaan om gewoon fit te zijn. Hij wordt echt in alles meegenomen en hij gaat vooral Ajax echt vertegenwoordigen op allerlei grote toernooien. Gábor, it's yours. You can take it. I can't even touch it actually. This is yours. I already got a major tournament in this year and last year as well. Last year there was a Global Series playoffs here in Amsterdam, and then I failed to qualify for the E-World Cup, and I'm really happy to win something in Amsterdam.